Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag heb ik een hele leuke tip voor je, want het is toch een beetje het einde van het schooljaar. Hoe je teams kan opruimen. Er zijn vier manieren hoe je je teams toch wat meer geordend kan maken. En die vier manieren die ga ik jou in deze video natuurlijk allemaal vertellen. En het enige wat ik vraag wat jij nog heel veel wilt doen, is deze video liken, je abonneren en het belkantje aanzetten. Want dan word je altijd op de hoogte gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En laten we vooral ook niet te lang wachten. En lekker beginnen met de video. Dus start die intro. Nou, de eerste tip die ik je wil geven is, althans de eerste manier hoe je je teams kan opruimen, is teams te verwijderen. Die is helemaal niet zo moeilijk. Je moet er wel even goed over nadenken. Want verwijderd is verwijderd. En dat betekent dat alles wat er in de teams staat verwijderd is. Dus heb je bijvoorbeeld nog stukken die erin staan en die je wil bewaren is verwijderen misschien niet de beste optie. Dus daar moet je, even, en dan zijn misschien de andere opties wat beter, het verbergen, archiveren, of misschien wel eruit stappen. Maar dan is verwijderen misschien niet de beste optie. Moet ik moet er wel even bij zeggen, de eerste 30 dagen staat hij in een prullenbak, waar je achteraf nog wel een beetje bij kan komen. En daarna gaat hij nog naar een prullenbak waar de systeembeheerder nog wel bij kan komen. Maar na 60 dagen ben je echt alles kwijt en is het niet meer terug te halen. Dus denk er wel goed over na voordat je een team gaat verwijderen. Maar het is natuurlijk wel gewoon een mooie optie voor als je hier niks meer mee wil doen. Je moet natuurlijk wel de eigenaar zijn van het team om het team te kunnen verwijderen. Maar laat je zien hoe dat moet. Ik ben natuurlijk heel even weer op de computer. En we zijn hier aan de gang. En laten we zeggen, ik wil Team Test 3 verwijderen. Dan ga ik naar de meer opties. Klik op de drie puntjes. Ga naar beneden. En ik zeg: Het team verwijderen. Nou, dan krijg je hier ook. Alvast, een bericht. Weet u zeker dat u Team Test 3 wilt verwijderen? Alle kanalen, chats, bestanden en de Microsoft 365 groep van het team worden verwijderd. Nou, dan moet je nog even extra aanvinken. Ik begrijp dat alles wordt verwijderd. Team verwijderen. En nu wordt het team verwijderd. Nou, nu staat hij nog ergens in de prullenbak en kan de systeembeheerder hem nog terughalen. Maar denk hier gewoon van tevoren over na als het niet slim is. Dus. Eh, je kan misschien ook nog wel teams overgeven, maar daar ga ik het straks over met je hebben, van hoe je dat kan doen en waar je er dan over na moet denken. Maar dit is al een manier om je teams toch wat overzichtelijker te maken door teams gewoon te verwijderen. Teams verbergen is ook weer een optie om je teams wat op te schonen. Ik gebruik deze optie om mijn teams te verbergen waar ik al mijn testteams in heb en alle teams waar ik echt in moet werken. Die heb ik gewoon officieel zichtbaar. Dus eigenlijk wat jullie hier bij mij altijd zien van teams zijn mijn verborgen teams. En niet met teams waar ik normaal gesproken mijn werk in doe. Dus dat is wel even iets. En zo kan je dat toch, uh, ja, behalve wat opschonen, kan je toch twee groepen creëren. Je zou bijvoorbeeld, jezelf zelf voor de klas staat. Uh, en je hebt natuurlijk teams waar je met collega's in werkt. kan je die misschien verbergen. en dat die daar staan, krijg je wel notificaties nog van, maar je ziet ze niet. Uh, en alle functionaliteiten werken gewoon. er is eigenlijk niks anders behalve dat je ze niet ziet. En dan is het wel makkelijker om een lijst te hebben. zoals ik altijd heb. Dat zie je natuurlijk altijd als ik mijn scherm met jullie deel. Dan zie je een lijst staan van hoe de teams zijn geordend. En als je tegels kiest, dan is dat. En ik heb daar natuurlijk ook nog een video over gemaakt. De teams tegen tegels, teams versus tegels versus lijsten, teams versus tegels. Ik moet ook geen gekke dingen gaan vertellen aan jullie. Nee. Dus dat is wel gewoon iets om over na te denken. Je kan ze gewoon verbergen. Kan je twee groepen van maken. Zo maak je het ook weer gelijk overzichtelijker voor jezelf. En dan kan je er ook wel weer wat beter mee. Dus is er ook weer eentje om in je zak te steken. Maar ik wil hem ook nog even laten zien hoe je dat doet. En uh, ook de andere kant op. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde als mijn teams verwijderen. Bijvoorbeeld ik wil deze weer zichtbaar maken. Uh, ga naar drie puntjes. Klik op weergeven. En nu zie je hem hier niet meer te staan. Maar dan komt hij hier tussen te staan. En die laat ik nu wel even niet zien vanwege andere redenen. Maar uh, dan weet je dat hij daar naartoe gaat. En andersom kan het ook precies op dezelfde drie puntjes klikken. Klik op verbergen. En dan komt hij daar te staan. Eigenlijk vrij simpel en dan heb je toch wat meer geordende lijsten voor jezelf. Dan hebben we nog een optie die je kan gebruiken. Dat heet archiveren. Daar gaat er niks verloren, maar bijvoorbeeld de chat en bestanden kan je niet meer bewerken. Dat lukt allemaal niet meer, maar je kan het nog wel allemaal lezen. Dat is vooral heel erg handig als je examenstukken hebt waar je, of examenklassen waar je eigenlijk niks meer mee doet. Die je gewoon kan archiveren. Uh, eh, die moet je gewoon hooguit in kunnen zien als bewijsmateriaal. Die moeten voor een bepaald aantal jaar bewaard worden. Daar kunnen de mensen, de systeembeheerders, een policy voor maken: dat die naar een bepaald aantal jaar wordt verwijderd. Maar dat die wel gewoon blijft bestaan op de server. Dus dat je er eigenlijk altijd bij kan. Maar hoe archiveer je nou eigenlijk een team? Nou, dat wil ik je gewoon laten zien. Dus we gaan heel snel naar de computer toe. Ik ben natuurlijk weer op de computer. En ik ga eigenlijk naar beneden. Dan heb je eigenlijk lid worden van het team. En daar rechts zit een radertje met meer opties. Deze keer geen drie puntjes, maar een radertje. En dan gaan we niet naar weergave wijzigen, maar naar teamsbeheer. Nou, dan krijg je gelijk alle teams te zien die je hebt. En nu zie je hier ook wat voor type: is het een privéteam of is het een openbaar team? Dan is het een wereldbolletje. Die kan je hier zien. En dan zie je ook nog daarnaast de verschillen. Uh, of hij zichtbaar is of verborgen. Nou, dan heb je hier nog hoeveel personen lid van zijn. En wat je dan bent, ben je nou lid of eigenaar? Nou, helemaal allemaal niks aan het handje. Maar als ik nu even een team ga opzoeken wat ik graag wil gaan archiveren. Dan ga ik bijvoorbeeld hier naar dit team. Nou, die is zichtbaar. Dat is eigenlijk test 4, maar die is nu gebleurd voor jullie. Die wil ik gaan archiveren. Dan ga ik naar de meer opties. En dan staat hier Team Archiveren tussen. Dan klik ik daarop. Nou, dan staat hier ook weer. Hè. Hiermee blokkeert hij alle teamactiviteit, maar u kunt nog steeds leden toevoegen of verwijderen en rollen bijwerken. Ga naar Teamsbeheer om Teams te herstellen voor meer informatie. En dan kan ik hier nog zeggen, SharePoint-site alleen lezen maken voor teamleden. Dus dat betekent dat eigenlijk iedereen die lid is van het team kan nog steeds bij die bestanden. En je kan dat eigenlijk ook wel weer terughalen. En dat is natuurlijk ook gewoon heel fijn. Maar dat staat het niet meer in je lijst. Je wilt er eigenlijk niks mee doen, maar in hoge nood, als je er nog bij moet kunnen, kan je er nog ergens bij. En staat nog op de server. Dus daarom is dit misschien wel een hele handige optie voor als je examenstukken hebt. En wat misschien ook wel handig is als je examenstukken hebt. Uh, vooral als je van uh, bijvoorbeeld klas 3, 4 uh, voor het VMBO of voor HVWO 4, 5, 6. Uh, moet, dat je een teams bijvoorbeeld doorgeeft als daar ook bewijsstukken in staat. En je verwisselt van docent. Dan zorg je er gewoon voor dat je die andere docent eigenaar maakt. En dan stap je er zelf uit. En dat laat je ook nog eens een keertje Straks heel even zien. En dan ben je er ook vanaf. Maar hoe je dat straks. dat laat je natuurlijk zo zien. En dan heb je gewoon een team gearchiveerd. Nou, superhandig. Nou, dan is er eigenlijk nog één optie hoe je uit een team kan stappen. En ik zeg, ik verrijd het eigenlijk al. uit het team stappen, dus een team verlaten. En dat is vooral handig als je een team hebt overgedragen aan een collega. dat je hem gewoon heel makkelijk kan overdragen. Nou wat je dan moet je dan eigenlijk als eerst doen, vertel ik eerst wel even de stapjes en daarna laat ik het aan jullie zien. Als eerste zorg ervoor dat je een lid toevoegt en niet een lid maar een eigenaar, dus een docent, van wie dat volgend jaar gaat worden. En daarna verlaat je zelf het team. Uh, verlaten van het team kan eigenlijk, als het een klasteam is, alleen maar als je eigenaar bent, ben je lid, dan kan je team, een team niet zomaar bewijderen. Dus daar zit je geforceerd in, dus heb je straks... Uh, leerlingen die ook verplaatst moeten worden en verwijderd, dan moet je dat wel even doen en moet je dat even kort sluiten met de, natuurlijk de volgende docent. Wie dat dan doet en of het handig is om opnieuw op te bouwen en andere dingen. Uh, misschien niet altijd even handig om teams te verwijderen, maar uh, teams, uh, om teams, leerlingen te verwijderen uit een team. Dat was wat ik bedoelde. Want ja, bewijsstukken en alles blijven hier dan nog wel bestaan. Volgens mij wel, maar uh, dat is wel gewoon iets om goed over na te denken. Maar dan weet je in ieder geval dat die optie bestaat. Nou, laat ik heel even zien wat je dan moet doen als je een klas gaat overdragen en je gaat er zelf verwijderen. Nou, als eerste ga ik hier naar de meer opties, zeg lid toevoegen. En niet leerling en student, maar docent. Je zoekt de persoon op, zegt toevoegen en klaar. De andere persoon is lid. Nou, ik ga hiervan uit dat jullie het eigenlijk altijd wel allemaal wisten. Dus dat het niet echt dat je denkt: wauw. Of misschien toch wel, dat je wel denkt: wauw, helemaal prima, helemaal niks mis mee. Zo kan je gewoon een nieuwe eigenaar snel toevoegen. Maar nu willen we natuurlijk ook nog verlaten. Nou, laat ik jullie ook gewoon gelijk zien. Ik ga naar de drie puntjes toe. En ik klik hier op het Team Verlaten. Truk erop. En dan staat hier gevraagd: Wil ik het team zeker weten te verlaten? Ja, ik weet zeker dat ik het team wil verlaten. Het team blijft nog wel bestaan, alleen ik ben geen eigenaar meer of lid. En hij staat dus ook niet meer in mijn lijst of in mijn tegels. Nou, zo creëer je het dus heel makkelijk overzicht voor jezelf als je dingen weer moet opruimen. Want ik hoop ook gewoon dat jullie hier nog wel mee door blijven gaan met die teams. Want het is gewoon een hele handige tool. En niet alleen voor het online lesgeven, maar ook voor het lesgeven na corona. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. Ik vind het in ieder geval handig om dat nou, elk jaar weer gewoon even je teams netjes op te ruimen. Zodat er overzicht is, zodat je niet met al die oude teams blijft zitten... He, misschien moet je dingen gewoon archiveren en hoef je niet meer naar te kijken, maar moet wel bewaard worden of kan je het team gewoon overgeven. Want ja, het is gewoon heel erg handig om dit gewoon netjes voor jezelf te houden, want dan hou je makkelijk overzicht en dan kun je het ook gewoon heel makkelijk terugvinden. En dat helpt natuurlijk ook voor je studenten dan om dat gewoon goed te zien. Nou, natuurlijk gewoon heel erg fijn en ik hoop ook gewoon natuurlijk, natuurlijk dat jullie hier ook gewoon nog steeds mee doorgaan, want na corona is, blijft dit ook nog steeds een hele handige tool om huiswerk uit te zetten, om mee samen te werken? Uh, het is natuurlijk niet alleen een vergadertool, maar het is natuurlijk een verzameling van allemaal verschillende tools die Microsoft heeft, waardoor je met elkaar geïntegreerd is, waardoor het heel makkelijk is om samen te werken. En wat ook heel erg makkelijk is, is deze video even liken, je abonneren en het belletje aanzetten. Want dan word je altijd op de hoogte gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En ik hoop jullie ook gewoon weer te zien in de volgende video.